Ik ben Ibtisam Asem, co-assistent en lid van de LAD. Als co-assistent heb je nog niet de rechtsbescherming zoals andere werknemers hebben. Maar we draaien wel al volop mee in een team van artsen en andere zorgprofessionals. Tot een aantal jaar geleden kregen we daar, in tegenstelling tot andere stagiaires, geen vergoeding voor. Dat terwijl we eigenlijk vaak werkweken maken van meer dan 50 uur. Daarom ben ik heel blij dat de LAD voor de belangen van co-assistenten opkomt. De afgelopen jaren is er in diverse cao's een vergoeding voor de co's geregeld. Die vergoeding is nog lang niet in alle zorgsectoren even hoog of gelijk aan de vergoeding van andere stagiaires. Maar ik zie de realisatie daarvan als een belangrijke erkenning voor co-assistenten. Daarnaast vind ik het fijn om te weten dat de LAD zich hard maakt voor een veilig werk- en opleidingsklimaat. Het is belangrijk dat de zittende generatie, maar ook de toekomstige generatie aan artsen zich veilig voelt op zijn werk. En dat er aandacht is voor de werkdruk en een goede werk-privé-balans.